U luistert naar de DCDW-podcast, gepresenteerd door Paul de Vries. Elke week praat Paul met interessante gasten over actuele online automotive onderwerpen. De DCDW-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door nieuweautokopen.nl, Marktplaats, Marble, Autodata Nederland, You Name It en Bovemij. Welkom in de DCDW-podcast van deze week met als gast Alexander Sterk. Alexander Sterk, degene die hem niet kent, werkt niet in de automotive. Immers, Alexander is het gezicht van de meest populaire Facebook-community over auto's, welke door een dealer wordt geëxploiteerd. Met meer dan 93.000 fans en strak op weg naar de 100.000. Alexander mag dan ook graag op het podium staan en dit geven wij ook dan graag aan Alexander. Hij omschrijft zichzelf als een emotionele, creatieve en impulsieve vent, is wars van lange vergaderingen en slap gelul en wil graag de zaak aanpakken. Alexander, welkom in de DCDW-podcast. En kun je nog meer iets vertellen over jezelf? Nou, hartelijk dank. Het is helemaal wederzijds. Ik vind het leuk om hier bij jou te zijn. Graag gedaan. Ja, je ligt het goed toe. Er is een hoop gebeurd afgelopen jaar. Als ik het je zo wil vertellen dan, en hoe het allemaal begonnen is, dat is best wel interessant. Ja, het is... Zou je dat willen weten, hoe ik begonnen ben? Nou, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel, want je hebt iets wat velen niet hebben, is ook ondernemersbloed. Ja. Ja, dat klopt ook eigenlijk wel. En ik denk dat ik kan ook alleen voor, tussen aanhalingstekens, bazen werken die dat ook weten en die ook op die manier kunnen laten opereren. Mm-hmm. Dat is ook eigenlijk wel de reden dat met dat Facebook het gaat zoals het gaat en met YouTube en Instagram en... Omdat Arjen, mijn direct leidinggevende, ook mij daarin volledig vrijlaat. Ja. En dan kan ik ook het beste op zo'n manier werken. Ja. Maar hoe kwam je voordat je bij Lauwman werkte? Wat is je route daarheen geweest? Nou, ik was niet zo'n studiebol. Ik ben begonnen op de LTS in Breukelen. Ja. Bij mijn vader op school. Nee, ik begon in MAVO, maar dat werd hem al niet. En bij de derde klas ben ik naar de LTS gegaan, autotechniek. Ja. Autotechniek en metaal gedaan. En toen was het de bedoeling dat ik daarna zou gaan leren en werken. Ja. Dat werd op een gegeven moment ook niets. En mijn moeder zei tegen mij van... Goh, ik wil nou dat je echt een baan gaat zoeken. Dus pak je brommer. Ja. En ik wil je niet terug hebben voordat je wat vindt. Ik heb gesolliciteerd bij een aantal bedrijven. Toyota dealer in Breukelen. Toyota van Ekris. Ja. En bij Autoheer. De toenmalige directeur al daar... En uiteindelijk kwam ik in het magazijn terecht bij een Toyota dealer. Ja. In Breukelen dus. Ja. Bij meneer Klarenbeek, onderdeeltjes. Ik zag wel al gelijk dat verkoopvak. Dat wilde ik heel graag. De onderdelen verkopen aan de balie, dat trok me. Etalages inrichten, met prijsjes bezig zijn en dat soort zaken. Ja. De vrijdagavond, koopavond, mocht ik voor niks komen werken bij Gert. Ja. En op de zaterdag. Ja. Ik kreeg 25 gulden voor een verkochte auto. En op het moment dat ik mijn eerste... mijn kostuum kocht bij Vroom en Dreesman. Dat weet ik nog erg goed. Tasje knopen en daar aanwezig zijn. Eerste pak heb ik ook van Vroom en Dreesman. Ja. Oh, ja. Kan die stond in de binnenzak. Ja. Maar dat was een bijzonder moment. Mijn eerst verkochte auto was een Suzuki Alto. Van een paar honderd gulden. En zo combineerde ik dat in het magazijn. En op die vrijdagavond en op de zaterdag verkoop. Ja. Hebben we bijna hetzelfde gedaan hoor. Ja, heb je ook zo'n manier? Ja, maar dan ik via het pompstation. Maar ook op vrijdagavond, zaterdag. Ja, ik moest het niet van mijn studie hebben. Nee. En ik moest zorgen dat ik op de juiste plek was. Waar de juiste mensen waren die mij iets toebedeelden. Yeah. En dat begon dus bij Gert van Ekris. De zomervakantie was begonnen. Was eigenlijk bijna voorbij. Ik was wat eerder terug van huis. Yeah. En in de Dammerstraat spreekt Gert van Ekris mij aan. We passeren elkaar in de auto. Hij zegt, kun je komen werken al? Ik weet dat je nog een week vrij hebt. Yeah. Maar de verkoop is druk. Ik zeg, dat is goed. Maar dan blijf ik daar. Hij zei, dat is een deal. Ja. Zo kwam ik uit het magazijn terecht. Ja. Ja. En in de verkoop. Ja. Nou, Gert had natuurlijk al twee verkopers. Toen kwam ik ook in contact met Lammen en Parkie. En die hele organisatie. Zakelijke markt. Dus echt plattegronden maken van de industrieterreinen. Utrecht, Lage Weide. Alle bedrijven langs gaan. Ja. Proberen busjes te verkopen en noem maar op.
Ja, en proberen daar toen al wel redelijk onderscheidend in te zijn. Ja. Dus wij maakten toen voorstellen tot samenwerking. Dan parkeerde ik s'avonds de auto, die auto cleaner, ja, voor het bedrijf, maak een foto van. Ja. En dan een voorstel tot samenwerking. Fotootje op de offerte plakken. En ik ze nog. Ja. En dat waren toch wel echt leuke dingen. Want het waren weer andere dingen. Als je doet weer wat en iemand anders niet wil doen. Ja. Want laatst waren we weer bij Lauman Exclusive, waar ik nu werkzaam ben, te bedenken van, goh, moeten we niet eens een keer een autoshow doen? Hè? Ja. Hoe zullen we dat dan noemen? Ik zei, nou, noemen we het gewoon autoshow. Ja. Ja, dat kan dan toch weer niet. Dus dat moeten we dan iets, dat is dan ooit dus Wheels and Deals geworden. Ja. Bij Gert van Ekeris was het gewoon, we maakten sla uw slag, hè? Draai in het rad. Buy a car and play dart, heb ik nog eens een keer verzonnen. We gingen dan op een container zitten, fotootje maken, container weg scrollen en dat dan op de advertentie, zodat je in de krant drie volwassen kerels op de advertentie zag zitten. Mm-hmm. Dus ja, we deden eigenlijk wel gekke dingen. Proberen daarin toch een beetje onderscheidend te zijn, eigenlijk anders dan die anderen. En toen? Ik zag wel dat ik wilde toch wel meer. Mijn focus was toen de RAI. De RAI was toch wel het summum, daar wilde ik bij horen. Ja. En ik moest ook wat verder. Verder in de markt. En ik wist dat de lakens werden uitgedeeld bij Lammen en Pekie natuurlijk. In een kroegje daar in Geertruidenberg. Ja. Dat heette de Stal. En daar kwamen op de donderdagavond dan de managers naartoe. Beach drinken. En daar was ik. Okay. Dus ik zorgde dat ik er daar wel weer tussen zat. Zodat ze wisten wie ik was. Et cetera. Ja. Nou, toen eerst volgende bedrijfswagenrij was ik nog niet uitgenodigd. Maar ik wist wat voor kleding ze droegen. Dus ik heb hetzelfde pak aangetrokken. Ben gewoon op de bus gestaan. Ik heb er ook nog een avond in mijn Toyota Corolla in de parkeergarage geslapen nog. Ja. Nou, uiteindelijk konden ze gewoon niet om me heen. Dan in die personenwagen rijden het jaar daarop. Ja. Werd ik dan wel uitgenodigd. Super. En toen begon het wel te draaien. Want toen kwam ik echt in de grote autowereld terecht. Ja. Je bent eerst bij een dealer in Breukelen. Ja. Wordt groter. Komt vierde importeur op die rij terecht. Ja. En toen kwam ik Kroijmans tegen. Ja. En Kroijmans had nog een Toyota-dealerschap in Toyota Goyland Motors in Hilversum. Mm-hmm. Daar ben ik naartoe gegaan en dan maak ik een snelle stap in 1996. Yeah. Daar werk ik nog eens als assistent bedrijfsleider, sales manager. Toen Geert er nog was, hè? 96, ja. Ja, want Geert nam mij aan. Overleden in Geert. 97, 98? Geert overleed in 2000, 16 februari. Magnifiek man. Na de introductie van de Jaguar S-Type. Ja, ik vergat hem, maar ik vergeet hem eigenlijk normaal nooit. Geert Dax is een heel belangrijke vent van mij. Ja. Ik heb nog steeds heel veel contact met zijn zoon, Geert. Ja. Die inmiddels bij ons op het industrieterrein zijn Land Rover Jaguar winkel opent. Maar hij nam mij aan, inderdaad, Geert Dax. Ja. En dat Toyota-dealerschap werd op een gegeven moment verkocht. En dat was ook eigenlijk een beetje een buitenbeentje bij Kroijmans. Want we hadden Jaguar, Aston Martin, Ferrari. Sang-Yong. Ik reed toen nog een Sang-Yong van de zaak, een Musso, jou wel bekend. Ja. Powered by Mercedes-Benz. Ja, ja. Dat is de enige wat kapot ging natuurlijk, maar goed. Nou, en de Toyota-dealerschap werd verkocht aan Tonen Naarden. En toen vroeg Geert Trax van, wat wil je nu? Ja. En ga ze, want we worden groter, we krijgen meerdere vestigingen. Ja. En toen heb ik een plan geschreven voor gebruikte auto's. Ik heb altijd al iets met gebruikte auto's gehad. Dat kwam door Van Roon. Ja. Van Roon, CRM, Used Car Management. Ja. Ik gaf ooit eens een keer op een NDA dealercongres. Deed hij zijn verhaal en dat boekje wat hij toen uitdeelde, dat heb ik nog. En we hebben het er nog wel eens over samen. Dat inspireerde me zo. Ja. Dus dat heeft hoe lang dat meegaat dan, hè? Ja, bizar. Ja. Ja. Uiteindelijk staan daar gewoon natuurlijk de belangrijke zaken in als staardagen. Het klaarmaken, kosten beperken. Het opvolgen van leads en noem maar op. Dus dat heeft als rode draad ook altijd meegelopen in mijn carrière. Ja. Dus ik schreef een gebruikwagenplan voor Jaguar. Zobommel, Hilversum, Haarlem. En zo zijn we daar van start gegaan. Ik heb ook nog wel met de exclusieve auto's te maken kreeg ik ook. Hè. We Jaguar, we hebben Aston Martin gehad. Ja. En op een gegeven moment hadden we daar een procedure voor geschreven. En dat draaide en dat ging. En toen nam Kroijmans ook Saab over. Dus toen kwamen we bij de Saab. Ja. Bij Saab was dat een directeur, dat was Arjen Verbeek. Die had 7 Saab-vestigingen en die wilde ook dat gebruik daar op poten werd gezet. Dus dat is het eerste lijntje met Arjan? Dat is het eerste lijntje met Arjan geweest. Ja. Ja.
En toen ben je sterk in auto's ook gaan doen, of is dat daarna? Nou, ik had altijd al een idee over sowieso hoe we klanten benaderen en hoe we onderscheidend konden zijn. Maar dat gebruikt, had ik een gebruikt wagenplan geschreven voor een gebruikt wagen outlet. Ja. En ik heb ooit met Frits Kroijmans contact gehad. Dan kreeg ik de mogelijkheid om mijn plan uit de doeken te doen over een used car outlet. Hij zei, nou, ik heb nog een pand in Amsterdam Zuidoost. Want dat pand? Met de roltrap. Ja, met de roltrap. Want we zeiden toen van ja, hij zei, maar dan hebben we ook met een bovenverdieping. Ik zei, ja, die hoef ik niet, want boven blijft altijd alles staan. Hij zei, maar dan zetten we er een roltrap in. Zo gezegd, zo gedaan. Ja, die zit er nog steeds in. Ja. Maar vanuit Saab, hebben we nog een periode Kroijmans, Cadillac, Corvette en Hummer gehad. Dus ik ben nog een tijd directeur geweest van 2004 tot 2007 bij Cadillac Breukelen. Ja. Daar is Arjen uiteindelijk ook naartoe gegaan, via Cadillac Europe. Toen de Kroijmans Auto Outlet. Daar stonden ook nog wat Sangyongs die we konden verhandelen, die toen niet meer verkocht werden. En in 2008 vertrok ik naar A-Point. Dus daar ben ik nog 2 jaar Audi Amsterdam gaan leiden. En dat kwam omdat na 12,5 jaar de Titanic van de Kroijmans begon te zinken. Nou ja, weet je, kijk, ik ben heel lang Sangyong dealer geweest en ik heb nog nooit zo'n fijne importeur meegemaakt. Weet je wel, het was gewoon voor ons als Sangyong dealer altijd een fijne importeur. Kroijmans was echt met het hart op de goede plaats. Ja. En ik weet ook, zeg maar, Geert had er altijd een zwak voor Sangyong. En toen Geert wegviel, had Frits er een zwak voor, omdat het Geerts merk ergens was, of wat dan ook. We hebben ons altijd gesteund gehad door de importeur. Ik vergeet nooit meer, in 1997 had ik een issue met iemand, waardoor het bedrijf minder ging, waar ik toen geen aandeelhouder nog van was. En toen heb ik Geert gebeld, en wie was ik? Een broekje van een Sangyong dealer, een Sangyong verkoper. En de volgende dag was hij er. Ja. Zo was hij. Ja, zo was hij echt. Geert was de eerste die me belde toen ik vader werd. Ja. Hij was de eerste die me belde toen mijn vader overleed. Ja. Dat is allemaal in die periode gebeurd. Uh-huh. Dus hij was echt oprecht een emotioneel mens. Ja. Natuurlijk een keiharde zakenman. Maar hij me daar echt verrast. Echt mij verrast. Dus je deed het ook voor hem. Nee, daarom. Dus, en hij belde je ook als je een Aston Martin verkocht. Ik weet nog wel, ik verkocht een keer aan een van de heren van Moskowitz. Een hele bijzondere Aston Martin die al heel lang in de showroom stond. Ja. En dan pakte hij gelijk de telefoon op, want hij zag ook die orders binnenkomen. Terwijl hij directeur van de automobieldivisie was, hield hij natuurlijk ook die dealerschap in de gaten. En dan belde hij. Ja. En dat deed je toch ook voor. Ja, het zijn toch de details. Hè? Ja, absoluut. Ja. Dus we waren gebleven bij Audi. Ja. Audi was dus na 12,5 jaar Kroijmans dan bij Audi komen. Dat was wel iets anders. Mm-hmm. Je moest opnieuw weer de weg vinden. Er kwam een reorganisatie. Ik zat er eigenlijk net op het verkeerde moment. Dus dat was. Ik heb er wel een hoop van geleerd. Ik heb er een paar leuke vrienden aan overgehouden. Maar het was niet de beste tijd als ik terugkijk. En toen was ik echt wars van politiek. Ja. Dus vooral daar in dat bedrijf. Veel politiek bedreven met mensen die niet zoveel verstand hebben van auto's verkopen. Ja, maar wel van Excel-lijstjes. Maar wel van Excel-lijsten ja. en cijfers, maar geen emotie. En toen begon ik sterk in auto's. Dat is de eerste keer dat ik jou tegenkwam eigenlijk. Maar toen ben ik ook een beetje digitaal gegaan eigenlijk. Nou ja, de eerste keer dat ik jouw naam tegenkwam eigenlijk, en misschien herken je dat niet meer, maar wij hadden een meeting, een presentatie bij Autotrader in het Sanema-gebouw. Ja. Want er kwam een Amerikaanse Hollander van Autotrader een verhaaltje doen. Ja, en daar ben ik geweest. Juist. En daar werd je als voorbeeld genomen door Jan-Wouter Kleinjan. Ja. Dat je volgens mij de chat als eerste deed, geloof ik. Volgens mij was dat het. Dat klopt. Daar zat ik en Arjen al. Want ik had Arjen al heel lang niet gezien. Arjen had al lang haar zelfs. Ja. Een woesteling was het. En we zaten met z'n tweeën. En toen begon er ook een dealer van, ja, maar ik wil niet in de chat en dan voel ik me als klant voel je toch gechat. Dan ben je aan het chatten en dan kom je ineens, krijg je een chat terug. Dat wil ik helemaal niet als klant. Nee. En toen kregen wij, daar werden wij helemaal narig van. Die dealers zijn wat dat betreft ook allemaal hetzelfde. Zo stug. Ja. En dat kan niet in het moeilijk. Terwijl dat chatten. Ik wilde het je net al vertellen toen we over de afdeling liepen. Toen je me even een marktplaats liet zien. Maar
Kijk, het mooie van een klein bedrijf, sterk in auto's, ik alleen. Ik ging s'avonds, als ik op de bank zat, lag mijn iPad naast me. Ja. Dus als de chats binnenkwamen, kon ik er ook direct op reageren. Ja. En nu, hoe groter het bedrijf wordt, hoe moeilijker die normale kleine dingen zijn om in te regelen. Ja. Ja, want kun je een verkoper wel thuis laten werken met een iPad op zijn schoot? Ik zeg ja. Ik krijg allemaal tegen. Ja, mijn werk al veel, maar ook recht op vrije tijd. Ja. Maar sterk in auto's, een eigen bedrijf, dat is verweven door je privé. Je leads. Ja. Als ik nu mijn e-mail open, dan zit er ook heel veel rommel in waar ik niet op zit te wachten. Ja. Sterk in auto's waren het alleen maar leads. Ja. Dat waren alleen maar leuke mailtjes. Ja. Ja, want dan weet je al, als voorbeeld genomen, dat weet ik nog wel. En dat was de eerste keer dat ik bleef hangen. Bleef jij hangen? Jouw naam bij mij. Ja. En Arjan is bij mij blijven hangen toen die Autoprijs direct deed. Ja. Toen die BOVAG-dealer wilde worden en wij dat bij nieuwe autokoop al waren. En sindsdien ken ik dan Arjan dan weer, zeg maar. Dus het is toch wel weer leuk hoe die connecties dan toch ergens blijven hangen of ergens beginnen. Absoluut. Ja, nou, ik moet je zeggen, je noemt nu die namen, naarmate je wat ouder wordt. Ik ben nu 48. Ja. Naam als Jan Wouter Kleinjan van Cadillac Europe en Arjen en natuurlijk Hittax. Ik heb ook heel veel te danken gehad aan die mensen. Dus doordat je veel mensen kent, toen ik voor mezelf startte, dat was verbazingwekkend hoeveel mensen me belden van, joh, kan ik je helpen of weer dit? En toen belde Jan Wouter. Hij zei, Jan Wouter, Alexander, jij hebt wat gewonnen. Ik zei, ik zei, dat ga je nog wel achterkomen. Ja. Ik kreeg van Jan Wouter, notabene, een soort van reclamespot. Ja. Dat was een deels reclame voor Autotrader. Ja. Maar als voorbeeld namen ze mij. Dus ik stond daar in die show die ik anti-kraak mocht gebruik maken via Frits Kooijmans. Dat was die oude Jaguar show in mijn auto. Aan de snelweg. Ja. Waar ik vroeger echt langs reed. Ik, wauw. En toen had ik ineens mijn sterke auto's de beschikking erover. Ja. En in die showroom werd toen die spot opgenomen. Dan ben ik gewoon een maand lang SBS6, Veronica, RTL4 uitgezonden. Ja. Ja. En toen merkte ik ook wel van, ja, jeetje. Ja. Dit heeft wel zin. Dit heeft wel zin, ja. Als ze je niet kennen, kunnen ze niet van je kopen. Absoluut. En misschien is dat ook wel, hè, van na Sterk, ben je naar Lauman Exclusive gegaan? Ja, Sterk en Ouders ging eigenlijk best goed. Ik had een smart met mijn reclame erop. Ik vond mijn naam erg sterk. Ja. En dit is niet met voorbedachte raden gezegd. Maar het is een makkelijke naam. Ja. En toen kwam Arjen, die zat natuurlijk, was ook voor zichzelf. En ik was al een keer benaderd om bij Lauman te praten over die functie. Maar ik denk dat ik daar toch wat dwars in zat. Ja. Sterker nou, dus was heel prettig. Kon echt mijn eigen ding doen. Ja. Maar van alles zelf doen. Ja. Ik kon ook fouten zelf maken. Daar had niemand last van. Nee. Alleen ik zelf. Ja. Dus ik denk dat ik met die kronkel in mijn hoofd lekker bezig was. Toch de reactie gekregen van, ja, misschien ben je toch te veel zelfstandig geworden. Ja. Later kwam Arjen, ging die functie bekleden. Ja. En zei toen van, ja, maar ik doe het wel met jou. Ja. En daar hoefde ik niet zo heel lang over na te denken. Ik moest Sterk en Ouders wel loslaten. Ik denk, nou ja, goed, gaat het niet, dan kan ik het altijd weer beginnen. Tuurlijk. En dat is nu ruim 4 jaar geleden. Nou ja, wat mij opviel destijds in die periode, is toen Lauman het overnam van Hessing, hè, in die failliete boedel. Toen is het nog een jaar lang doorgesudderd. Was het gewoon een lege toko? Ja. Toen jullie erin kwamen, werd het opeens events en dit en dat en alle gekkigheid die er maar te verzinnen was, hebben jullie gedaan om die tent een tent van te maken. Ja. Zoals ik het vanaf de buitenkant zie. Ja, dat snap ik ook dat je dat zegt. En dat is ook eigenlijk wel zo. Toen ik er langs reed met mijn smart, daar nog niet werkende, maar bij Sterk en Ouders, denk ik van, goh, hoe zou ik dat dan? Dus het was wel een heel mooi pand en zegt van, goh, als ik daar nou nog eens een keer zou werken, hoe zou ik het dan doen? Ja. En toen dacht ik van, ik had zelf toen de naam Hessing erop gelaten. Als dat had gekund. Ik weet ook helemaal niet wat er achter schuil ging of wat. Ja. Dan denk ik, Hessing, dat had, is een had brand. Een naam, ja. En Lauman Exclusive, en dat was natuurlijk een naam, dat had nog niks. Ja, nee. Lauman was groot met zijn museum, maar ook Toyota, Suzuki, Chrysler. Ja. Dat was niet echt zo van... Ja. Of Suzuki Alto. Lexus. Ja. Dus we moesten wel branden. Ja. We moesten dat merk Lauman Exclusive gestalte gaan geven. Zodat mensen op het moment dat je die naam hoort, dat je dan weet van, hé, dat is de House of Brands op exclusieve autogebied. Ja, maar het was dan een half jaar of een jaar open, toch?
toen jullie kwamen. Dat bedoel ik. Dus het heeft een jaar lang nog doorgesudderd. Ja. En toen jullie kwamen, hebben jullie events georganiseerd met schilderijen of met sterrenkoks of met, nou ja, wat dan ook. Nee, dat klopt. Ja, ik moet je zeggen, Arjen en ik zijn een mooi stel zo. Ik heb het steeds over Arjen en mezelf, maar we doen dat natuurlijk met 25 mensen. Dus, maar we zijn erg gedreven, gepassioneerd. Arjen is soms niet tegen te houden. Gewoon, hè. Dus dan, dat ik zelfs moet zeggen van nou, er zitten maar zoveel dagen in een maand. Dus kijk even of we de evenementen misschien iets kunnen terugschroeven. Maar ja, dan heb je het nog over 70 evenementen per jaar buiten de deur. Ja. Maar de creativiteit en de drive van Arjen en met mijn creativiteit er doorheen, ook op social media en dergelijke, hebben we denk ik best wel aardig wat tamtam kunnen maken en naast bekendheid kunnen creëren, zodat iedereen weet waar ze moeten wezen. En dan vervolgens moeten we met het hele team ook zorgen dat de daar bij het woord gevoegd wordt. Want de lat ligt wel hoog. Hè? Ja. Bij ons is het ook een klant, verwacht bij ons dat hij direct wordt aangesproken. Ja. Gaat dat toch zo wat afwachtendheden van nou, laat maar eens kijken dan. Of ja. Zo. En is hetzelfde als dat je in een kroeg ook een satéetje kunt eten. Mag je best wel even wachten. En dat het biertje net niet koud genoeg is, vind je ook prima. Ja. Maar bij de bokkendoers verwacht je dat niet. Nee. Dat is een heel moeilijk ding. Ja. Maar ik denk dat we ons ook met de merken die we nu hebben, ja, toch best wel wat naamsbekendheid hebben gecreëerd. Ja. Nou, maar als we over de naamsbekendheid even verder kunnen praten. Hè, want dat is eigenlijk ook de lange aanweg die we daar hebben genomen, zeg maar, om op jullie Facebook verhaal te komen. Want dat is toch wel, zeg maar, binnen de automotive uniek. En dan hoor ik heel veel mensen zeggen, ja, maar dat is makkelijk met McLaren. Dat is makkelijk met zulke exclusieve auto's. Maar dat hebben er wel meer. Maar niemand heeft zoveel engagement. Want je kunt misschien ook 100.000 likes ook nog wel kopen, prima. Maar het gaat erom, als jij een video post of een post plaatst, dan heb je honderden reacties. En weet ik allemaal niet wat voor engagement. Daar gaat het daadwerkelijk om. Dat je daadwerkelijk ziet dat jullie echte fans hebben. Ja. Hè? En dat is wel een verhaal wat iedereen wil weten. Hoe zijn jullie daarop gekomen? En wat was de weg ernaartoe? Ja, nou, ik moet je zeggen, een tijdje geleden had ik ook een avondsessie met dealers van Opel via Michel Varon, die daar zaten. Die ook zeiden, ja, je hebt toch die exclusieve merken? Ja, ik merk wel verschil in wat voor auto's wij posten. Tuurlijk. Maar ik kom bij sterke auto's vandaan. Hè? Ja. Ik was ook gewoon een 1-pitter. En ik had een Fiat 500 tot af en toe eens een keer een verdwaalde Ferrari. Ja. Maar toen nam ik de films op, zonder dat ik in beeld was, maar alleen mijn stem. In plaats van foto's eromheen lopen, de historie vertellen, de passie uitspreken. Ja. Gewoon de waarheid. Ja. Nou, dat willen mensen die willen kopen. Die gaan s'avonds op de bank zitten. De vrouw komt erbij, kijken, hoor eens even wat hij vertelt. En als ze dan bij me kwamen, hoorden ze mijn stem. En dan werd daar vaak een opmerking over gemaakt. Toen kon je in Facebook een soort groep aanmaken. Dan konden mensen zelf niet bepalen dat ze erin zaten. Ik kon ze gewoon uitnodigen en daar zaten ze er al in. Ja. En ze konden er weer uit. Ja, ze konden eruit, maar ze wisten niet allemaal hoe ze dat moesten doen. Ik kreeg wel vaak bericht van, wil je me eruit halen? Ik zei, ja, dat moet je zelf doen. Dat was nog een gevoelig moment. Ik weet niet welk jaar dat was, maar een aantal jaren geleden. Toen kwam dat echt op. Ja. En Arjen zei toen ook heel sterk tegen mij, zei Alexander, ik neem jou aan. Ik neem sterk in auto's aan. Ja. Dus doe vooral dat wat je deed. Ja. En daar zijn we mee doorgegaan. Ja. En toen ik die vrijheid had, kijk, ik kon daar echt ook kreten op. Ik kon in de lucht springen, mijn jas uitdoen, mijn das af en gek. Yeah. Ik moet nu wel rekening houden met, dat merk je toch. En dat is, je doet het onder een andermans naam. Yeah. En je moet toch altijd een beetje rekening houden wat ik doe. Ja, dat belemmert me af en toe wel eens. Soms word ik, maar een peiling is de reacties daarvan bijvoorbeeld. Ja, maar je hebt het charisma ervoor, je hebt de persoonlijkheid ervoor. Maar uiteindelijk doe je de executie ervoor. Elke dag, elke week dingen verzinnen die uniek zijn, die anders zijn. Het ene werkt super, de andere werkt wat minder. Allah, prima, allemaal goed. Ja. Maar ik zie er te veel die het eenmalig één keer doen of twee keer doen en zeggen, ja, het werkt niet. Ja, amahula. We lopen een marathon en geen sprint. Nee, dat klopt. Als je zegt, maar het is ook niet met een plan gegaan. Jij had het net al over, als je zegt, ja, als ik op een gegeven moment dat wil, dan doe ik het. Ja. Ik zet dat schuifje aan en dan gebeurt er wat. Ja. En dan kun je het of fout hebben gedaan of goed hebben gedaan. Ja. Zo ben ik eigenlijk ook met het Facebook begonnen. Ja. We hebben nou sporadisch likers gekocht. Ja. Echt sporadisch. De rest is allemaal organisch gegaan. Ja.
En naarmate hij dingen verzint, op een gegeven moment, je krijgt wel eens te horen van je moet wel oppassen dat het niet een te veel Alexander Sterk one-man show wordt. Ja. En dan ga je daar toch weer op terug. Ja, maar er zijn altijd de mensen die dat zeggen die zelf niks doen. Weet je, het is... Dat is ook zo. Maar je, en het is ook niet altijd goed, even goed meetbaar. Maar het mooie is dan wel, Facebook is gratis. Ja. Dus ook de hoge heren kunnen niet zeggen van ja, je investeert er nou zoveel geld in. Maar wat haal je er nou precies uit? Dus die vragen krijgen we niet. Nee. Ik zie dat ze meekijken. Ik zie dat er meningen zijn. Maar ik merk wel ook als je... Het is moeilijk meetbaar. Dat wilde ik nog even zeggen. Maar dat is... Wij krijgen met regelmaat iemand bij ons op bezoek die bijvoorbeeld een McLaren koopt. En die vertelt mij dan dat zijn kleinzoon... Ah ja, natuurlijk, ja. Bij en die kleinzoon had geen ROI. Hè? Nee. Maar zijn opa wel. Ja. En die jongens, die kijken Insta, ja. Noem maar op. En die zegt, opa, je moet eens een keer in plaats van een Ferrari... kopen ze een keer een McLaren. Ja. En laatst had ik een rally. En dan zat ik er even in een soort... Want af en toe heb ik ook wel eens van die... Dat ik denk, nou, misschien moet ik even rustiger aandoen. Ja. Ik krijg nou wat veel opmerkingen. Daar ben ik toch enigszins toch een beetje gevoelig voor. En dan heb ik een rally. En dan loop ik tegen een hoge bankman aan. En die fluistert werkelijk in mijn oren. Hij zegt, kijk echt al je filmpjes. Ja, ja, ja. Ik zeg, mijn zoon ook. Die Bentley die je hebt staan, die komt van de week even kijken. Potverdomme, ik moet ermee doorgaan. Ja, maar je moet er ook mee doorgaan. Dus, want het is zo makkelijk van mensen die zeggen van... je moet minder aandoen en dergelijke. Of je moet dit of je moet dat. Maar er zijn altijd de mensen die zelf de effort er niet in willen steken... om hetzelfde te doen. Ja. En ze hebben liever dat jij naar beneden gaat... zodat hun op hetzelfde niveau komen... dan dat hun die twee stappen moeten doen om op dat niveau te komen. Ja. Weet je wel, ik heb... Aan de ene kant interesseert het me geen ruk wat ze van me vinden. Aan de andere kant wel. En dat is zeg maar die wisselwerking die we hebben. Alleen, het werkt. Het functioneert. En de ROI is immens. Want op het moment dat ze je niet kennen, kunnen ze niet van je kopen. De ROI, bedoel je de reaction on... Nee, de return on investment. De return on investment, In de zin van de hoeveelheid energie die je erin stopt... komt er op een andere manier gewoon uit. Want zonder dat waren jullie gewoon één van de velen. En met dat zijn jullie een unieke combinatie. Ja. Als ik het zelf mag zeggen. Nou ja, dankjewel. Ik vind het fijn dat jij het zegt. Het is altijd een beetje arrogant als je het over jezelf zegt. Ik merk ook wel dat het zin heeft wat we gedaan hebben. We hebben daar... En ik lees ook de reacties. Ik ben ook gestopt om reacties te lezen. Ja. Het gaat vaak over mijn uiterlijk. Ja. En ook overkomen, of wel of arrogant, of op mijn ogen of mijn kale kop. Of whatever, of. Ja, ja. Dus die lees ik niet meer. Ik kijk wel vaak nu, wordt het gedeeld? Ja. Hoe vaak wordt of hoe lang wordt het bekeken? Want dat is het, hè? Dat is het. Je engagement is gewoon enorm. Ja. De like-acties, daar ben ik mee gestopt. Dus hadden we in het begin wel nodig. Nee, maar prima. Maar... Ja, en op een gegeven moment hadden we ook over de miljoen... Dat een filmpje een miljoen bereik had. Ja. Dat de kranten begonnen te bellen. Zeg, wat hebben jullie gedaan? Toen hadden we een like-actie van... like en win een dagje bij ons werk. Ja. Maar goed, voorbeeld is die helemaal niet zoveel exclusieve ouders. Dat is die Italia in de polder. Ja. Ik ken of je die kent. Nee. Nou, daar moet je later nog even naar kijken. Die jongen heeft zoveel creatie, zoveel inspiratie. Ja, dat is voor mij... Weer een inspirator. Weer een inspirator op creativiteit. Die doet het ontzettend leuk. En die had ook zijn... likes en ze deels en ze... Nee, maar alles in verhouding. Maar kijk, mijn vrouw heeft een winkel in brokanten. Ja. En in alles wat vrouwen leuk vinden. En die heeft... En dan kan ik het allemaal in de micro zien. Weet je wat? Die heeft 7000 volgers, 8000 volgers. En we kunnen zien aan de post of het wat is. En de likes zeggen niet zo heel veel. Maar de engagement erop. Hoe vaak gedeeld, hoeveel dit, hoeveel dat. En dat verkoopt uiteindelijk gewoon kasten, brokanten. Of McLaren's of wat dan ook. Want nu zal elke kleinzoon die een opa heeft... die in de markt is van een exclusieve auto... ik wil daar naartoe, want dan ga ik met je mee. Dat is helemaal waar. He? Het mooie is trouwens ook... als je een keer een goede post hebt gedaan in de vorm van film... je kan hem herhalen. Ja. Vrij makkelijk. Ja. Want er zijn heel veel mensen die... Want niet iedereen heeft hem gezien. Iedereen heeft hem gezien en dan staat hij weer niet bovenaan. Nee. En je kan makkelijk linken naar LinkedIn. Ja. He? Dus... Er zijn best wel veel mogelijkheden. Ja. Hey Alexander, voordat we aandacht geven aan onze sponsors... heb ik eigenlijk de vraag van... joh, wat is jouw persoonlijke marktplaatservaring? En voordat je die vraag beantwoordt... graag even aandacht voor onze sponsors.
Autodata Nederland. Beter taxeren, inkopen en verkopen? Dat krijg je voor elkaar met Autodata. Eigentijdse applicaties voor automotive professionals. Kijk voor meer info op www.autodata.nl. LEF, het lead management systeem van You Name It, waarbij al uw leads in één systeem kunnen worden opgevolgd, helpt u op weg van lead naar deal. LEF is vernieuwend, verrassend en compleet. Door haar koppelingen met vele automotive leadbronnen en het eenvoudige management dashboard heeft u real-time inzicht in uw volledige leadproces. Uw leadproces volledig onder controle? Kijk dan op datislefhebben.nl. Marble Digital Marketing Solutions is het online marketingbureau voor de autobranche. Wij bouwen data-driven websites op een platform dat volledig is geoptimaliseerd voor gebruik binnen de autobranche. Door vele koppelingen zijn wij in staat om een naadloze integratie van online naar offline te realiseren voor u en uw klanten. Een hogere conversie via uw eigen website? Voorzien van geavanceerde techniek en functionaliteiten? Tegen een vaste fee per maand zonder hoge eenmalige investeringen? Dan bent u bij Marble aan het juiste adres. www.marble.nl. Wij helpen bedrijven in de mobiliteitsbranche bij al hun verzekeringen, financieringen en rechtshulp. Onze missie? Onze klanten nog succesvoller laten ondernemen. Als onderdeel van BOVAG bestaan wij voor en door de mobiliteitsbranche. Anders dan andere partijen vinden wij het dan ook belangrijk om de branche sterk te houden. BOVEMEI. Samen vooruit. Alexander, je persoonlijke marktplaatservaring. Kun je die met ons delen? Ja. Ik maak niet zo heel vaak gebruik van marktplaats. Maar af en toe, en ik denk alweer een jaar of 10 geleden... ging ik een kastje halen in Alsmeer. Ja. Yeah. En in Alsmeer, daar was een oude kast van een dame. Ja. Yeah. En in die kast stond dat kastje. Dus een bloemenkas. Ja. Yeah. En daarachter in de hoek, daar stond een heel oud legervoertuigje. Ja. En dat zag ik daar staan. En ik vroeg aan die mevrouw van, goh, wat is dat? En ze zei, nou, dat is een oud legerdafje. Ja. Een echte auto. Echt dafje. Echte auto. Ja. En die is van mijn man. 2005 was het. Die is van mijn man. Mijn man is overleden. En emotioneel enzovoort enzovoort. Ik zei, nou, ik vind hem zo ontzettend leuk. Ik zou hem heel graag willen kopen. Maar ze zegt van, nou, daar ga ik over nadenken. Ja. En een weekje later belden ze me op en ze zei van, nou, ik... Het zaadje was gelegd. Het zaadje was geplant. En ze zei van, nou, ik weet dat het een afspraak is die ik nooit kan checken. Maar als je hem koopt, mag je hem kopen voor €500. Maar je moet me beloven dat je hem niet als handel gebruikt. Dus je koopt hem voor jezelf en niet doorverhandelen. Nou, dat is 2005 geweest. Ik heb het dafje opgehaald, opgeknapt. En ik heb hem nog steeds. Ik heb er wel van. Mooi, hè? Ja, dat vind ik mooi. Hè? En mijn zoon die leert en ik heb hem nu aan mijn zoon beloofd. Ja. Dezelfde belofte. Ja. En als het zomers is, dus we rijden met z'n vieren in de hond erin. En we hebben er echt enorm veel plezier van. Ja. Geweldig. Mooi verhaal, hè? Ja, super. Dat is nou echt een mooie, mooie marktplaatservaring. Ja. Die je op het moment dat je een kastje haalt. En gaat met een dafje weg. Met een dafje weg. En dat je zoon daarvan over 30 jaar nog steeds de morele verplichting heeft om hem te houden. Ja. Ja? Ja. En dat is mooi. Ja. Hey, Alexander, de online automotive verandert snel. Hè? Wat zouden dealers en autobedrijven nou anders kunnen doen anno 2017, waarvan jij denkt van, joh, kom op, zitten we nou nog steeds op dat niveau? Wat zouden ze nou anders kunnen doen? Ja, nou ja, het zijn twee dingen. A, moeten ze, ben ik van mening, gewoon veel digitaler worden. Dus film, video, dat soort dingen maken. Maar het nu dan echt ook gaan doen. Ja. Executie. Ja, ik ben laatst ook bij een heb ik gesproken met een acht sales jongens van een Audi dealer. Ja. Audi zit daar bovenop dat ze daar ook gewoon persoonlijke boodschappen laten zien. Of een monteur even tegen een klant aanpraat van, goh, met Ventafit. Ben met die auto bezig. Met video's. Ja, met video's. En die wilde ook eens weten van, ja, hoe doe jij dat dan precies? Ja. Ja, weet je, het is gewoon een kwestie van doen, want
het is juist leuk om het krakkemikkig op te nemen. Daar krijg je in het begin heel veel commentaar over. Maar het is echt, het is puur. Ja. Het wordt gewaardeerd, het heeft een groot bereik. Dus gaat lang mee? Absoluut. De dealer moet nu gewoon die stap wagen. Anders zeggen we, oké, dat moeten we dus gewoon doen. Ja. Maakt dat YouTube-filmpje, maakt niet uit waarover. Post het en maak het in orde. Dat geldt natuurlijk ook voor foto's. Nog steeds, als ik auto's zoek, je bent mens. Je kijkt naar een auto, maar je kijkt ook naar wat erachter staat. Ja. En wat voor bedrijf het is. Ja. Wat ik vooral, want jij hebt het over digitaal vooral. Hè? Wat moeten ze nou daar die verandering brengen? Het is dus nogmaals echt gewoon, maak een filmpje van een auto, vertel erover. Het maakt ook helemaal niet uit hoe je bent. Nee. Of je plat praat of je stottert of wat dan ook. We hebben een verkoper, Wouter, die stottert. Ja. Soms iets meer, soms hoor je het niet. Ik zeg, Wouter, weet je, je bent wie je bent. Ja. En daar zullen we ongetwijfeld opmerkingen over krijgen. Maar we hebben het wel gewoon gedaan. Nee, maar dat heb ik ook. Ik stotter ook mijn hele leven lang eigenlijk. En dat is eigenlijk een van je beste eigenschappen, omdat je daar ook opvalt. Ja. Nou, en iemand vindt het positief, de ander vindt het negatief. Boeien. Hè, maar je bent wie je bent. Dus absoluut. Ja. Ik wilde er nog wel aan toevoegen dat, want ik zat hier onderweg naartoe over na te denken. Je merkt naarmate een autobedrijf groter wordt, heel veel dingen niet meer echt met, nou, laat ik het anders zeggen, dat passie. Passie, maar dat er normale dingen vergeten worden. Ja. Dus het opvolgen van een lead, op tijd de telefoon aannemen. Ja. Wat dacht je van een ansichtkaart? Wij hebben ansichtkaarten. Daar staan we. Iedere verkoper heeft zijn eigen ansichtkaart. Mm-hmm. Die tip die heb ik van Tom Hopkins. Tom Hopkins is een van de betere verkopers van de wereld. Een Amerikaan. Yeah. En die zei ook, neem nou eens een keer je leads mee op vakantie. En schrijf nou eens 20 van je best leads een ansichtkaartje. Ik ben even in Italië, het is lekker weer. Groetjes Alexander. Hij zei, wie doet dat? Niemand. Nee. Ja, doe wat anderen niet doen. Ja. Dus we hebben een verbastering erop, eigen ansichtkaarten. Ja. Maar we hebben wel de verplichting naar elkaar gemaakt. Elke dag 4 kaarten. Ja, maar wie dan? Nou, gewoon. Je loopt door de werkplaats. Je schrijft op, ik heb uw auto in de werkplaats zien. Koop dat verder alles goed met u raad. Punt. Punt, ja. Goed, Lars. Ja. En dan moeten we in het team elkaar even creatief openbreken. Ze van, probeer even uit te stappen. Ja. Maakt niet uit wat voor kaart je stuurt. Het kan ook zijn van, ik heb niks te melden, maar ik wil toch even een kaart sturen. En daar komt weer wat uit. Ja, maar dus wederom, wat jij zegt, is dat je de marathon wil lopen. Ja. Dat kaartje, en niet een sprint. Ja, absoluut. Dat kaartje, kijk, een kaart met een foto van een gezicht wordt niet weggegooid. Nee. Die komt op een koelkast, die komt op een stapel op een deur. En daar wordt over gepraat. Ja. Heel mooi voorbeeld. Die stotterende verkoper. Ja. Nou, ik zeg stotterende verkoper. Voor 80% doet hij het niet. Hakkelt af en toe. Hakkelt af en toe. Dat is Wouter, Morgan man bij uitstek. Ja. Een en al passie, gedrevenheid en noem op. Wij zijn bezig met een hele bijzondere relatie uit Utrecht. De man heeft een enorme collectie auto's. En wij hebben op dat moment een gelimiteerd stuk staan van Morgan. Het is Pasen. En ik zit tegen Wouter, laten we een filmpje maken. Ja. En dan sturen we dat naar hem op. Ja. Hij zegt, zal hij dat wel waarderen? Moeten we dat wel doen? Hij zegt, doen het. Hij weet je wat we doen? Hij zegt, jij gaat op je hurken naast die auto zitten. Je houdt die auto beet. Ja. Ik film jou. Dat je hem vasthoudt. Dat je hem vasthoudt. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Ik neem hem op. Ik zeg, Wouter, kom op, we gaan. Het is paars. We gaan feestvies. Nee, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik zeg, hoezo? Nee, ik zou die auto vasthouden. Ja. En voor die meneer. En ik zal zijn naam even achter weten laten. Dus ik ga niet weg. Ik zeg, nou ja, dan blijf je met paars. Ja, dan blijf maar hier. Maar ik heb het beloofd. Ik zou hem vasthouden. Nou, we versturen dat. Er wordt niet direct op gereageerd. We zien wel dat hij hem leest. Ja. En werkelijk waar. Hij komt een week later, komt hij terug. En schaterend. Hij zegt, jongens, ik zat aan tafel. We hadden een paasdiner. We zaten met die mensen. Dat filmpje komt binnen. Dat is rondgegaan. Ja. Hij heeft het niet gezegd. Maar zijn relaties en vrienden hebben ook allemaal munten en geld. Natuurlijk. Dus dat filmpje is rondgegaan. En ik bij FC Utrecht hebben we nog een keer een skybox. Ja. Daar kwam ik de directeur van de Rabobank tegen. Die kent die man. Hij zegt, Alexander, ik heb dat filmpje gezien. Wat lachen zeg. Ja. Nou, dat is voor ons toch weer de voorbeeld. Ik zeg, zie je Wouter, het werkt gewoon. Ja. En hij heeft hem gekocht, hè? Ja. Nou, waarom ook, dus kun je zeggen, nou heeft het daarmee te maken, noem maar op. Nee, maar ook al had hij hem niet gekocht met wie die zat, was al leverage genoeg voor de toekomst. Inderdaad, en dat die mensen, stel dat er nou iemand aan tafel zit daar, die heeft dat filmpje gezien en die zou dat delen met nog een vriend. Ja. En die zegt dat nog een keer door en dan komt die klant een keer bij ons een auto kopen. Want het zijn allemaal jouw doelgroep op dat moment. Klopt. Maar dan kan ik op dat moment niet terugherleiden. Nee, maar dat maakt het niet uit, en dat is weer een marathon. Maar dat bedoel ik te zeggen, van ja, je kan het niet altijd herleiden. Nee. Facebook, films, noem maar op. Je hebt soms geen grip op
waar je het achterlaat. Nee, maar dat is ook het rare ook in, van social media. Opeens zijn dan de financieel directeur of de verkoopdirecteur of wat dan ook opeens. Wat is de ROI? He, wat krijg ik ervoor terug? Terwijl ze 15 jaar lang billboards hebben gedaan of wat dan ook, waar geen enkele ROI op te berekenen is. Want dat is opeens branding. En dan zou op social media zou opeens een ROI moeten worden berekend. Dat kan ook niet. Nee. Het is een marathon die we lopen. En ik denk dat jullie daarin het voorbeeld zijn voor de automotive. Alexander, nog drie vragen. Die moet ik echt stellen. Ja, weet je het zeker? Ja. Wat is je slechtste zakelijke beslissing geweest? Ja, daar heb ik over nagedacht. En op een gegeven moment ben ik ergens halverwege, toen ik erover na aan het denken was, ergens door gestoord. Waarvan de luisteraars kunnen zeggen van ja, daar kan ik inderdaad van leren. De slechtste. Of wou je beginnen met de beste? Nee. Ik denk, als ik het. Anders wordt het een hele lange stilte. Maar ik heb als een. De uitspraak Pennywise Pound Foolish. Ja. Is daar wel. Als ik op de zaken terugkijk, de dingen die ik fout heb gedaan. Ik kan wel eens te veel principieel zijn. Mm-hmm. En zeggen, dit accepteer ik niet. En dan laat ik een zaak klappen. Yeah. Of ik laat een klant gaan. Yeah. En daar en soms als je nou echt zakelijk bent, dan kun je het woord de zin Pennywise Pound Foolish. Is het dan, bekijk het nog eens. Is dat wel slim geweest? Yeah. Ik vind het moeilijk. Maar top of mind heb je hem niet zo. Nee, top of mind heb ik hem niet zo. En ik heb er veel gemaakt, ongetwijfeld. Tuurlijk, ja. En de beste? Wat is je beste beslissing? Voor mezelf. Voor jezelf beginnen? Ja. Ja. Het meeste van geleerd? Ja. Zeker weet. Dus omdat je daar zo lekker weer puur bent. Ja. Jezelf bent. Jezelf. En je begint opnieuw. En dan denk je van oké, wat zijn nou. Want we hadden het net over de pure dingen. Mm-hmm. Maar een lead opvolgen, een kaartje sturen, een klant bellen, vragen hoe het met iemand is. Gewoon echt de pure zaken. Dus waarbij bijvoorbeeld als iemand bij ons een auto komt kopen of halen, dan hebben we gewoon beneden een bord met een krijt. En dan staat op welkom in de Vries. Ja. En dan zijn er ook mensen, dat kunnen we ook digitaal. En dan staat er beneden, ik zeg, maar er zit geen passie in. Nee. Ik zeg, ik wil een handschrift. Dat het af en toe niet zo netjes is, maar dat mensen het zien dat ze de moeite hebben genomen. Nou, dus die kleine dingen. Nou weet je, ik ben wel een fan van Herman den Blijker en Gordon Ramsay, van dat soort programma's. Hè? Ja. En nu heb je ook op Spike heb je dat van Bar wat. En ze beginnen allemaal hetzelfde. De basis moet goed zijn. De basis moet je elke dag op dezelfde manier willen doen. Het moet schoon zijn, het moet dit zijn, het moet dat zijn, het moet zus zijn. Ja. Dus de telefoon inderdaad oppakken wat je zegt. De lead opvolgen. Hè, dat zijn allemaal basisdingen. Ja. Die kun je elke dag gewoon 52 weken lang consequent in zijn. Constant in zijn. Ja. Mag ik nog één ding vertellen? Ja, je mag alles vertellen. Vraag 3 komt nog, hè? Ja. Nou, wat ik bijvoorbeeld altijd doe, is bij op de zaak. Ik neem de klachten. Ja. Want je kent. Ik moest vroeger ook dat ik dacht van elke goeie zei, een klacht kan een hele goede klant voor je worden. Maar het is absoluut waar. Ja. Als je echt de juiste manier een klacht aanpakt. Yeah. En dat bedoel ik niet en amen zeggen, sorry, luisteren. Laat de mama praten en noem maar op. Nee. En dan niet het bloemetje naar de volgende dag. Maar een maand later. Ja. Yeah. Nog even een belletje van, goh, we zijn nou een maand verder. Hoe is het nu? Ja. Yeah. En weer 2 maanden later. Ja. Yeah. En zo. Maar ook denken aan van, zal zo'n vrouw er hetzelfde in zitten? En als je dat op een gegeven moment echt voor elkaar krijgt, dat die man zegt, moet je zeggen, ik vind het echt tof wat jij gedaan hebt. En dus net als vriendschap, als je diep gaat, je hebt ruzie gemaakt. Ja. Yeah. Je maakt het dan weer goed. Mm-hmm. Dan is het in principe een basis voor het leven. Ja. Nou ja, maar ook daar weer laat je zien dat je de marathon loopt. Ja. He, dat het niet de korte termijn gedachte is van deze maand, dit kwartaal. Maar dat je er bent voor de komende jaren. Ja, absoluut. He. Alexander, laatste vraag. Hoe kunnen mensen met jou in contact komen als ze dat willen? Ik ben gewoon natuurlijk via Facebook bereikbaar. Ja, dat begrijp ik. En als je bij Facebook kijkt, dan staat mijn telefoonnummer en mijn e-mailadres. Dus wat dat betreft kan iedereen mij hebben. LinkedIn? LinkedIn ook. Oké. Okay. Ja, ook alles op. Alexander, het was me een genoegen om hier je te gast te hebben als de...